Leuk dat jullie kijken allemaal naar les 10. Er zijn alweer 9 lessen geweest en we hebben ervoor gekozen om de 10 zwaarste oefeningen van de afgelopen lessen te verzamelen en daar 1 les van te maken. Dat betekent wel dat het echt een pittige les wordt, maar je doet alles op je eigen niveau natuurlijk. Omdat het thema 10 is, doen we alle oefeningen in een veelvoud van 10. 10 vonden we soms een beetje weinig, dus hebben we er 20 van gemaakt. Wat het extra leuk maakt vandaag is dat we het samen doen. Eline en ik doen om de beurt een oefening. Ook een beetje in het kader van dat dit mijn laatste les is. En dat ik hierna niet meer meedoe met de lessen. Succes, zet hem op. Voor de les van vandaag hebben we een bal nodig. En 2 flesjes water, of gewichtjes, en een matje. En de stoel, die heb je nodig, misschien, maar niet per se. Good, we gaan beginnen. We beginnen met de squat. Voet op heupbreedte, je armen maar naar voren. En we zakken door de knieën naar beneden en omhoog. Doen we 10 keer, daar gaat ie. Tik je tenen maar aan en je strekt je armen uit omhoog. Tenen aan en omhoog. Oké, goed. Buig door je knie en tik met je tenen zijkant aan. Buig door je knieën en tik de andere kant de zijkant aan. En je herinner je misschien nog uit de vorige les. Step touch heet die. Mooi synchroon toch? Hey. Maak hem maar ietsje groter, ietsje dieper. Best een beetje warm krijgen natuurlijk. 4, 3, 2, eentje nog. Oké. Goed. Hou je armen voor je borst. We gaan rustig stoten met de armen. Ik vind het gewoon een beetje rustig. Probeer je hele bovenlichaam maar een beetje mee te draaien. Die doet mee met iedere stoot. Voeten blijven staan. Oké, om het iets ingewikkelder te maken, gaan we dribbelen op de plaats terwijl je dit doet. Oké. Ga het tempo van het boksen wat omhoog. En gaan we opvoeren tot echt een beetje turbo. Daar gaat ie. Kom op. En rustig weer wat langs. Goed, gaan we door. We gaan 2 keer met de schouders naar achteren rollen. Dan gaan we naar de grond. Probeer de grond aan te tikken. Buig 2 keer door je knieën. En strek. Buig. En strek. En rol op. Handen op je ellebogen. Op je schouders. 2 keer naar achteren. Weer naar de grond. Tik de grond aan. Buig door je knieën. En strek. Buig. En strek. En rol op. Handen gestrekt. En rol op. Buig. En strek. Buig. En strek. Omhoog. Gaan we de andere kant op. Dus naar voren met de schouders. 2 keer. En rol af. Buig en strek, buig en strek en kom op. Handen weer op je schouders en naar voren 2 keer. En rol af. Buig en strek, buig en strek en kom op. Laatste, strek
voeren. En rollen. Hamstring. Buik. En rechterrug. En doen. Oké. Zet je voeten maar tegen elkaar aan. Handen op je knieën. Vijf keer naar links. Vijf keer naar rechts. Andere kant. Oké, dan gaan we nu nog 20 seconden dribbelen. Dat kan sneller. Vijf. Twee. Eén. Los. Goed gedaan. Ik wel. Denk het ook. Bestje gedaan. Zo. Goed, we gaan beginnen met het kerngedeelte. Zoals we net al hebben gezegd, we hebben de 10 moeilijkste oefeningen van de afgelopen 9 afleveringen gepakt. Jullie en ik zullen onderbeurt een oefeningetje voordoen, dus afwisselend in beeld zijn. Zet hem op. Yes. Oké. Okay. We gaan beginnen met een deadlift. Daarvoor heb je 2 flesjes water nodig. Op de gewichtjes. Zet je voeten maar op heupbreedte. Je mag de gewichtjes op je bovenbenen leggen. Je knieën buigen in een klein stukje. Ik laat het zo meteen ook even van de zijkant zien. En dan ga je afrollen totdat je recht voelt achter in je benen en voor je wil. Belangrijk is dat om dat met een holle rug te doen. Hal af en kom weer op. Oké, okay. Deze oefening gaan wij 20 keer doen. Gaan. Kom weer helemaal overeind. Als je omhoog komt, knijp je billen samen. We zijn nog 12. De laatste. Goed, mag je gewichtjes, flesjes, weer als pionnetjes gebruiken. Dat zal jou maar de volgende oefening laten zien. Oké, dit is een oefening die jullie herkennen uit de les van Corine. De flesjes zet je zo ver mogelijk uit elkaar, dat als je een grote stap maakt, dat je er net weer bij kan. Ik laat jullie 2 varianten zien. Variant 1 is als volgt. Tik het flesje aan, dribbelen naar de andere kant, tik het andere flesje aan, dribbelen terug, aantikken. Vind je dit wat te makkelijk? Dan gaan we proberen een grote schaats vast te maken, van flesje naar flesje. Aantikken, aantikken. Goed, we doen deze oefening 10 keer per kant. Dus 10 keer naar links, 10 keer naar rechts. Zijn jullie klaar voor? Gaat ie. Ietsje sneller hoor. Vijf keer. Vijf. Oké. Rechtop. Gaan we door naar de kuitenkillen. Die kunnen jullie nog wel kennen aan de aflevering van Jelmer. Daarbij is het misschien wel handig om een stoel te gebruiken op de tafel, net waar je bij in de buurt bent. Wat we gaan doen, we gaan 10 keer zo hoog als je kan op de tenen staan. En daarna gaan we 10 seconden veren. Oké, klaar voor?
Gaan we beginnen. Eet. En dan gaan we 10 seconden veren. Komt ie. 1. Heel goed. Zet je benen maar even los. Deze gaan we nog 1 keer doen, want dit was een beetje kort natuurlijk. Oké, zet je voeten maar weer naast elkaar. Dan gaan we 10 keer omhoog, zo hoog als je kan. Hou vast. Gaan we 10 seconden veren. Komt ie. Nog 2. En los. Heel goed. Schud maar even los. Gaan we door met de oefening van Jelmer. Dat is zijn favoriet. Voor deze oefening hebben jullie 1 flesje nodig. En deze oefening heet Saturday Night Fever. Hoe ging het ook weer? Van de zijkant van je knie naar boven je schouder. Zijkant knie, boven je schouder. Hebben we dat 10 keer gedaan? Doen we de andere kant. Hop, gaat ie. Kijk mee met je flesje. Eén keer. Wissel van kant. Oké, goed gedaan. Oké, we gaan nu de zwaarste oefening doen. Het is aan mij de eer om die te doen. Kun je je nog herinneren vorige week waar Ilona mee afsloot? Met die verschrikkelijke burpees en dan 4 seconden dribbelen. 10 keer. Ik zal hem eerst even voordoen vanaf de zijkant. Dan kun je het goed zien. Een burpee is met de handen omhoog. Handen op de grond. Eigenlijk een sprong. En weer in. Omhoog. En dan 4 tellen dribbelen. Vind je dit nou te zwaar, mag je ook omhoog, handen, stappen en terug. En word je duizelig, even stoppen natuurlijk. Oké, klaar voor? Gaat-ie! Eén, twee, drie, vier. Omhoog. Eén, twee. 3, 4. Kom op, hou vol. We zijn op de helft. Nog 2. En de laatste. Vergeet ook niet te dribbelen op het einde. 4, 3, 2, 1. Oké, heel goed. Voor de volgende oefening hebben we de bal nodig. En het matje. Zorg ervoor dat de matjes op een plek liggen met een beetje ruimte eromheen. Deze hebben we niet meer nodig. Hoe was het ook alweer? We komen in een soort opdrukstand staan.
En de bal gaan we proberen te rollen van hand naar hand. Dat is een zware oefening. Vind je dit te moeilijk, doe het dan zonder bal. En probeer gedurende de oefening te blijven staan. Als een soort van plank. Kom op, hè. 10 keer naar links, 10 keer naar rechts. Oké. Bal aan de kant. We gaan nu een andere oefening doen die best wel zwaar is. We gaan opdrukken. Je hebt twee mogelijkheden. Wat allemaal lukt, is opdrukken op de knieën. Heb je een beetje last van de knieën, leg dan bijvoorbeeld een kussentje onder je knieën. Kan je even op pauze drukken, pak je een kussentje, kom je weer terug. Anders probeer het op de knieën. En voor de, ja, fanatiekelingen onder ons, die kunnen het proberen op de tenen. We gaan 10 keer opdrukken. Daar gaat hij. Goed. Oké, jullie mogen vanuit je buik naar je rug komen draaien. Wat we gaan doen zijn de straight leg raises. Dat is een zware voor de buikspieren. Je kan je handen onder je billen leggen. Je hoofd leg je op de grond. Dan gaan je benen gestrekt de lucht in. Twee tegelijk. En dan ga je hem 10 keer laten zakken. En dan trek je hem weer. Wat belangrijk is bij deze oefening is dat je geen pijn voelt onder je rug. Heb je dat wel, kun je eerst proberen of je het met gebogen knieën kunt doen. Lukt dat ook niet, sla hem dan even over. Oké, klaar voor? Gaan we. 10 keer. Nog 4. En ook de laatste. Heel goed. Jullie mogen op je rug blijven liggen, maar wel even de gewichtjes erbij pakken. We gaan de fly doen. De fly is een oefening voor de armen en de borstspieren. Je houdt met je handen in de lucht de gewichtjes vast en dan laat je de gewichtjes met bijna gestrekte armen tot de grond zakken en weer omhoog. Die gaan we ook 10 keer doen. Gaat ie. En op de helft. Heel goed. Jullie mogen lekker op je rug blijven liggen. Jammer zal jullie de laatste oefening. Oké, de laatste is echt een killer. We hebben een speciaal bewaard voor het einde. Ook voor deze oefening geldt. Je mag geen pijn in de rug krijgen. Ervaar je wel pijn in de rug, stop de oefening dan maar. En haak je later weer aan bij de cooling down. Beide benen probeer je zoveel mogelijk uit te strekken. Je knieën naar boven. Je handen strek je uit naar boven. En we gaan proberen de tenen aan te tikken. 10 keer, daar gaat hij. I'm not
Oké. Goed gedaan. Oké, voor de fanatiekelingen onder ons. Spoel terug naar de kern en doe hem gewoon nog een keer. Heb je er nog niet genoeg gedaan? Spoel terug naar het begin van de kern en doe hem nog een keer. 3 keer. Ja, dat is denk ik wel een beetje de max. Heb je genoeg gehad met het kerngedeelte wat we nu hebben gedaan? Perfect. Doe dan mee met de volgende cooling down. Schud je benen maar los, je arm los. En dan mag je je rechtervoet naar voren plaatsen. Trek je tenen maar omhoog. Zet je handen in de zij. En duw je borstbenen richting je voet. Als het goed is, voel je rek ontstaan aan de achterkant van je rechterbeen. Bij voorkeur voel je het ook in de kuit. Voel je dat niet, trek dan de tenen nog wat meer naar boven. Oké, probeer nu eens met de linkerhand je rechtervoet aan te tikken. Kijk maar of je erbij kan. Hou je even vast. Kom maar overheen. Andere been. Been is gestrekt, tenen omhoog. En duw je borstbeen naar voren toe, totdat de rek ontstaat. Achter het been, tot op de kuit. Je andere hand richting de tenen. Hou heel even vast. Rustig overheen. Goed. Zet de benen maar eens goed bij uit elkaar. Handen weer in de zij. En duw je heupen naar de zijkant. Dan ontstaat de rek aan de binnenkant van het been. Dan mag je je bovenste arm over je hoofd brengen. Kijk maar of je nog wat verder kan komen. Andere kant. Eerst onderarm. En je arm over het hoofd erbij. Oké. Mag je vasthouden? Eventueel, of we pakken elkaar vast. Pak je enkel vast. Oh, je pakt eerst links. Nou, dan doen we eerst wel links. Duw je heupen naar voren. Trek je navel juist in. Goed, mooi rechtop. Probeer te focussen op 1 punt in de horizon. Om daar je balans te behouden. Wissel van kant. Knieën weer bij elkaar. Heupen naar voren, navel in. Oké, draai je enkels heel even los. Andere kant. Ja, ik ben links, dus daar kan niks aan doen. Heupen. Andere kant om. Oké. Goed. Eén arm gestrekt voor de borst langs en trek hem aan. Probeer je schouder goed laag te houden. Wissel van kant. En helemaal aan. En je schouder in de laag. Je één hand bovenlangs doen en één hand onderlangs. En dan probeer je achter. Probeer je vinger op te pakken. Dat is een stewardess. Synchroon. Ja, synchroon zwemmen. En wissel. Je handen omhoog doen. Gaan we appels plukken. 1 voor 1. Uitrekken. Doe je armen maar naar de zijkant. Ja, 1,5 meter afstand. Perfect.
Oké, okay, gaan we zijwaarts tikken met de ribben. Hé, hey, je moet wel weer deze kant op, ja. Armen maar langs je lichaam. En je oor naar je schouder. Eventueel mag je met je hand een klein beetje rek uitoefenen. Zodat je rek voelt aan deze kant. Draai nu je hoofd richting je oksel. En hou nog even vast. En los. Andere kant op is je oor naar je schouder. Kom vast. Om afgelopen lessen jullie host te mogen zijn, afgelopen jaren hier in de praktijk aanwezig te zijn. Voor mij is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik hoop dat jullie nog heel lang met veel plezier mee kunnen doen in de fysiofitness en dat jullie met eventuele problemen terecht kunnen bij onze collega's. Ik wens jullie niks anders dan heel veel gezondheid toe. Sterkte en nogmaals bedankt voor het meedoen. En vergeet niet, hè, als je deze video nou leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En als je nou elke week een mailtje wil ontvangen als er een nieuwe video online staat, jou maar laten even zien waar je kunt abonneren. En reacties zijn altijd welkom. Tot de volgende keer!